Hoe kunnen we nou impact maken met een product wat eigenlijk niet vervangen wordt door een iPad of door technologie? Toiletpapier verkopen uh, met de missie toiletten bouwen, uh, wat een derde van de wereld geen toilet heeft. Mijn ambitie is tweeledig: is die 500.000 boeren en heel Ghana voorzien van toilet en water. Mijn gast wil en hard groeien als ondernemer, maar hij wil ook de wereld verbeteren. En dat doet hij met wc-papier. Hoe? Dat ga je horen in dit gesprek. Welkom bij CWD-TV. Met met gast Sander de Klerk van The Good Roll. Je hebt net de wc al even gecheckt, hè Sander? Klopt, dat doe ik altijd. Ja, ik is het allemaal, he? Altijd even kijken wat ze <laughs> ja, hebben om het zo te zeggen. En Het is goed gekeurd. Goed ja, gekeurd, ja. Ja. Ja, hè? En dan moet, moet ik heel eerlijk in zijn, het lag er al. Ja. Zeg maar, voordat uh, ik jou ging interviewen, sinds dat ik hier de studio heb, heb ik The Good Roll al liggen. Wat is The Good Roll? The Good Roll is duurzaam toiletpapier. Uh, ooit gestart met toilet paper de beeld toilets. Ja. Dus uh, met de helft toiletpapier, toilet paper, de build toilet. Ja, daar zijn we uiteindelijk achtergekomen na zes jaar dat eigenlijk die slogan niet heel sterk is, maar dat wij het heel <laughs> leuk vinden, maar oké, okay. uh, daar kom je later achter. Ja. Uh, <laughs> uh, uh, eigenlijk zijn we begonnen met toilet verkopen, uh, met de missie, uh, toiletten bouwen. Uh, omdat een derde van de wereld geen toilet in, uh, geen toilet heeft. Ja. Daar overlijden 1500 mensen aan per dag. Dus dat is best wel heftig, uh, die cijfers. Dat vertellen we eigenlijk niet met het merk. we zijn een uh, ja. happy, feel good merk, ja. maar we proberen wel een serieus problemen op te lossen. Hoe kom je op het idee? Um, ja, Mel en ik zijn eigenlijk uh, al heel lang samen aan het ondernemen. Hiervoor uh, horeca, dus een nachtclub, restaurant, compleet andere wereld. En we hebben heel lang nagedacht. Oké, okay, hoe kunnen we nou uh, impact maken met een product wat eigenlijk ...niet vervangen wordt door een iPad of door technologie. Mm -hmm. uh, en toen hebben we heel veel, heel veel ideeën gehad... ...vanaf luiers tot en met uh, zakdoekjes, uh, sokken. Ik, we hebben eigenlijk alles wel bedacht. Tot op een gegeven moment we dachten ...hé, hey, toiletpapier, uh, dat is een goede business. Dat, dat gaat zal altijd... niet snel gedigitaliseerd worden. Zo. Nee, en er zijn eigenlijk weinig disruptors. Uh, ja, en we zagen wel ja. in Australië en Amerika... Wat, wat, ...wat start-ups die het anders deden... ...die succesvol waren, dachten we... Hey, Wacht even, laten wij nou gewoon Europa eens gaan disrupten met veel papier. Het is wel grappig, want ik sprak vorige week Filip Hillige van Skins Cosmetics. Ja, ja. Ook hier in de bank geweest, ja. overigens. En die zei ook: Hij zei het is echt een trend van de afgelopen jaren dat hele algemene dingen parfumeriezaken waar gewoon de Chanel's en alles gewoon ja. overal hetzelfde. Hij zei, maar wij komen met verhalen en ja. met niches en ja. met echte. Nou, hij zei dat zie je ook in bierland. Hè? Ja. Je had eerst allemaal normaal bier bieren, nu heb klopt. je allemaal speciale. Bier. Dus jij hebt eigenlijk hetzelfde soort verhaal van ja wc-papier, Ja, bloemen. Ja, een verhaal, zo ik bedoel Ja, kijk, en dat, het ik, ziet er ook tof het uit. Het ziet er tof met, uit. Uh, het is ja. anders. En, en we krijgen te heel veel vragen. Ja, dat wikkeltje is niet duurzaam. Dat klopt. Mm -hmm. uh, maar 95% van onze verkopers zijn ook zonder wikkel. Maar mm -hmm. mensen kennen ons wel van het wikkeltje. Ja. Uh, ja, dat dus dat helemaal. is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Uh, en ik denk, wat uh, meneer van Skins ook zei, ja, weet je, wij, zijn, wij vertellen een verhaal. Ja. Uh, en het verhaal, nou ja, we zijn nu zeven jaar bezig, is alleen maar nog groter geworden. Ja. Uh, weet je, bij het begin kochten we het in en verpakten we het met sociale werkplaats. Super tof. En bouwde toiletten. Nou, als we kijken waar we nu heen gaan. Ja, jullie gaan de keten in. Hè? Dat, we gaan die keten in. En, ja. en, en we zullen niet alleen maar uh, uh, toiletpapier gaan maken. Maar uh, ook hele andere producten. Uiteindelijk ja, hebben we niet zelf, maar met ja. onze partners. Ja. Dus uiteindelijk worden we grondstofleverancier. Ja, ja, als je dat zeven jaar geleden gezegd had, dat wij in Afrika een grondstofleverancier en die grondstoffen met boeren maken. dan had ik je voor gek verklaard. Ja. Uh, maar nu, zeven jaar later, zijn we wel gewoon in een hele mooie uh, reis uh, ja. terechtgekomen. Laten we Ghana's induiken. Want ja. ik zei net in het voorgesprek al, ik heb ja. daar persoonlijk wat mee. Doet er nu verder even niet ja. toe. Maar hoe, uh, hoe ben je in dat land beland? Nou, misschien wel mooi. Hè? Kijk, wij, wij zijn natuurlijk zeven uh, jaar geleden begonnen eigenlijk met gerecycled papier. Dat was zeven jaar geleden al een beetje... Vreemd om het zo te zeggen. Het was natuurlijk een beetje grijzig. Uh, mensen vonden dat schuurpapier. Uh, als je naar de gemiddelde supermarkt had, dan had je popplaatje. Ja. En je had eigenlijk ons wij kwamen dan in het segment erbij. Maar voor de rest was het allemaal gewoon dat je een boom omkapte. Uh, weet je, 12% van de ontbossing op dit moment is door voor toiletpapier. Dus, oh ja? dus ja, weten veel mensen niet, maar dat is natuurlijk wel zo'n e heftig probleem. Mm. Uh, waardoor heel veel, als, als iedereen naar bamboe-papier gaat voor in de toekomst. en mm -hmm. dan lossen we een heel groot probleem op. Wat uh, jullie, uh, waar jullie wa druk mee zijn. Eh, dus, okay. dus, um, dus ik denk dat wij zijn begonnen met gerecycled. En vier jaar geleden zagen ik dat gerecycled papier steeds duurder werd. omdat er minder kranten werden gelezen, minder tijdschriften. kantoren gingen steeds minder papier gebruiken. Dus je zag dat die prijs omhoog ging. Uh, je zag dat de vraag naar gerecycled pulp eigenlijk heel. heel de vraag werd steeds groter. Dus mensen wilden. Uh, de verzenddozen werden steeds meer gemaakt van gerecycled pulp. Dus wat gebeurt er? De prijs ging omhoog. En voor een doos kan je iets meer betalen. Maar voor toiletpapier, ja, we blijven in een commodity. Ja. Kan dat dus niet? Uh, op het moment dat ik omhoog ging, ja, dan gaan mijn hotels of mijn klanten zeggen. Ja, sorry, Sander, maar het blijft wel toiletpapier. Het mag niet. mag wel iets duurder zijn, uh, dat snappen we. Maar het kan niet te veel duur zijn. Uh, of niet te duur worden, want dan gaan we het niet meer kopen. Mm -hmm. Uh, en toen dacht ik, ja shit, wacht even, dit is een probleem voor ons. Uh, want als mijn grondstof steeds duurder wordt, ik ben afhankelijk van de grote fabrieken. Wij werden natuurlijk steeds groter. Dus ik heb ook hier meegemaakt dat ik een leverancier waar ik het inkocht, zei van ja Sander, je zit ook een beetje in mijn markt, dus uh, uh, we willen je niet meer leveren. En ja, als ik mijn hele bedrijf ga bouwen op, op fabrikanten die miljarden concerns hebben, ik zei, dan gaat, gaat het niet worden. orde. Mm -hmm. um, en toen kreeg ik een tip van iemand daar, je moet de RVO's gaan bellen. Ik zeg RVO's bellen. Rijksjes van wat, 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 wat moet ik daarmee dan? Ik zei, wat gaan die mensen voor me doen aan? Ik zei, nou die kunnen je helpen. Dan kun je onderzoeken waarmee jij andere soorten andere grondstof kan gebruiken. Uh, misschien uh, wij willen heel graag in Afrika natuurlijk nog meer impact maken, waar we natuurlijk de toiletten bouwden. Uh, en toen heb ik hem opgebeld. Ik zei: ja, ik wil toiletpier maken in Afrika. Ik weet niet waarvan. Ik weet niet hoe. Ik weet niet welke grondstof, maar kunnen jullie me helpen? En toen kwam ik bij het uh, DGGF-fonds, Dutch Good Growth Fund, terecht. Um, en daar zat Michiel Simmer. Een paar keer mee een paar sessies gehad. Oké, okay, wat wil je? Wat zoek je? En twee maanden later belde hij op en zegt... Sander, ik heb het voor je. Hij zegt, uh, ik kan voor jou een subsidie regelen. Dat jij het kan onderzoeken of jij uh, in Ghana van flapje kan maken. Ik zeg maar... Ik zeg ten eerste, bamboe, ligt dat in Afrika? Ik, zeg, ik dacht altijd dat het in Azië lag. Ik denk dat nee, 95% van de mensen nog steeds denken dat het alleen in Afrika of in Azië met het ligt. Met van, van die luie beren die er ja, dat, te Ja, dat, dat is het idee wat we ja. natuurlijk met allen hebben. Nou, 42% van de hele bamboepopulatie is in Afrika. Uh, wist ik ook niet hoor. Dat, dat, zijn, dat weten we nu natuurlijk, al deze cijfers. Uh, dus we zijn naar Afrika gegaan. Uh, en op dat moment had ik nog een nachtclub in Amsterdam. En dan gaf een, uh, een jonge uh, genezen evenementen bij mij op zondag, één keer in de maand. Hm. Dus ik heb tegen hem gezegd: Nou, ga jij maar even mee. Uh, jij wordt mijn tourguide, Want ja. ik weet niks in Afrika. Ik weet niks van Ghana. Ik weet niks van Accra. Ik weet helemaal niks. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet waar de bamboe ligt. Maar ga alsjeblieft mee. Um, ja, zo is eigenlijk de reis ontstaan. Uh, en waarin we nu, ik had net aan de jongens, we hebben daar nu uh, drie Nederlanders zitten voor ons die daar nu fulltime werken. Hm. En uh, 1 februari gaat onze eerste pulfabriek uh, open waarin we al fabriek gehad hebben, ook verkocht hebben met veel verlies, helaas. We noemen dat de dure prototype, uh, de learnings van Afrika. Uh, ja. En dat zijn learnings op managementniveau, learnings op locatie, uh, maar ook hoe je uh, de bamboe van het land afhaalt. Kijk, het is natuurlijk heel mooi dat er heel veel bamboe ligt. Een gemiddelde boer heeft 10% van zijn land bamboe. Um, en wij hadden het mooie ideologie van, nou prima, we betalen een goede prijs voor die bamboe, dus die boer kon dat wel brengen. Dat werkt dus niet zo in Afrika. Uh, want dat lukt natuurlijk helemaal niet. Uh, dus als we nu kijken naar ons proces. Uh, hebben we de afgelopen drie jaar heel veel geleerd in Afrika. En hebben we eigenlijk alles, alle learnings in een mooie, uh, mooi. Uh, hoe zeg je dat, een mooi format gegoten... waarin ja. we eigenlijk 1 februari alles wat we geleerd hebben... En opnieuw gaan doen. Door. Want wat noemen ze wat lessen? Voor, voor die mensen die uh, ook zaken willen doen. Nou ja, we, er is wat ander, Afrika is wat anders dan Ghana, hè? Ja, ja door, Afrika, Afrika is ook is ja, een continent. Afrika is continent. Ik denk ja. dat we net natuurlijk al voorgesprek. elk land is anders, om het Precies. zo te zeggen. En maar wat zijn de dat, lessen uit Ghana? Nou, de lessen in Ghana is denk ik dat het belangrijkste is... dat je uh, goed de cultuur gaat begrijpen. Hoe de mensen werken, hoe de mensen doen. Uh, bijvoorbeeld, ja... Wij zijn gewend, wij mailen, sturen dat wij een reactie krijgen. Dat doen ze in Ghana niet. Mensen mailen niet. Uh, ze bellen de hele dag. Uh, dat doen ze allemaal. Um, en hetzelfde als jij contact wil met een bank, bijvoorbeeld een bankrekening openen, ja, ben je gewoon drie maanden mee bezig. Op mm -hmm. het moment dat jij een vergunning wil krijgen, ja, dan moet je dus wel de goede mensen kennen uh, en de goede ingangen. Um, en uiteindelijk is het denk ik heel veel doorzettingsvermogen. Ik heb uiteindelijk anderhalf jaar voor de ministers deur gezeten... om uiteindelijk een soort van vergunning te krijgen... en door de minister ge geaccrediteerd te worden. En nu is die minister uh, van Handel... een van mijn beste vrienden, om het zo te zeggen. Maar ik kan hem bellen en ik ben, kom bij hem thuis... en het wordt geregeld. Je hebt heel veel geduld nodig. Ik denk dat dat denk, de belangrijkste learning is. Wij willen als Nederlanders natuurlijk gewoon gaan. Ja. Wij willen het regelen. Efficiënt en snel. Efficiënt. En, en, en. en ja, het, ik vind het allermooiste voorbeeld is dat... dat, in, in, dat is, ik heb de Afrikaanse landen meegemaakt... dat er altijd een oudere man in de zaal zit... Uh, en dan denk je, wat doet die oude... Dus op een gegeven moment vroeg ik ook, wat doet die oudere man in de zaal? Hij zei, ja, dat is, dat is het respect wat je hebt in deze cultuur. Mm -hmm. Dat er altijd een oudere man, de wijze man in de zaal zit. Zegt niet veel, maar die sluit het af. En die, die gaat je uiteindelijk vertellen hoe het werkt. Dus nu heb ik ook een oudere man in dienst. Mr. P heet hij. En Mr. P is onwijs slim. En die vertelt mij altijd precies na de meeting... Oké, okay, Sander, we moeten het zo doen en zo doen. Maar ik denk het cultuur begrijpen. Ik denk dat dat ja. wel de belangrijkste learning is. Nou, en de echt... geschiedenis ook. Hè? Het ja. feit dat er, er zit natuurlijk een soort stammencultuur zeker. onder uh, ja. het, het systeem. Ja. Wat je niet ziet, maar wat er wel is. Wat er zeker is. En ja. ik denk dat. Kijk, wij of ik helemaal in het opportunisme van... oké, okay, ik ga even een fabriek bouwen <laughs> uh, en ik maak wel even papier... want uh, ik koop een machine in China en ik weet hoe het werkt. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo. Net zoals dat, ik, ik heb machines in China... dan ga je voor het eerst naar China en heb je een tolk mee... en dan gaat het allemaal fantastisch... en die meneer verkoopt je de allerbeste machine. Maar ja, die verkoopt je machine... maar die verkoopt niet het proces maken van papier. Dus die machines werkten, maar het papier kwam natuurlijk heel anders uit. Andere kleur, uh, totaal niet weten hoe ik het moest doen... Uh, dus, ik denk ook wel een learning is dat als je een fabriek bouwt, dat je wel de goede mensen om je heen hebt. Kijk, nu hebben wij uh, uh, vanaf TU Delft tot Wageningen universiteiten bij ons, maar ook echt een papierexpert uh, mm. in Rotterdam zitten. Die, die ons gewoon die al dertig jaar lang papier maakt van alles behalve bomen. Dus, die heeft echt alle kennis. Uh, we hebben een uh, universiteit in Ghana aangesloten. Dus, ik denk ook heel veel kennis die je voordat je iets gaat doen, voordat je ja. iets gaat bouwen, goed moet nadenken wat, ja. hoe je het werkt. Um, en ik denk dat. Met deze fabriek was de locatie echt verkeerd. Uh, het was heel mooi, achter een dorp, prachtig, aan de Volta gelegen. Alleen ja, wel drie meter van, van de Of drie kilometer van de Volta. Dus uh, waterpijpen, wel, ja, dat kostte me heel veel geld. De Volta uh, is de grote rivier. De grote rivier. Ja. Uh, maar ook elektriciteit. Nooit over nagedacht dat dat gemiddeld elke dag, elke dag ongeveer vier uur niet werkt. Uh, maar als en je dat... weet niet welke vier uur. Nee, je <laughs> weet niet welk uur. En als het vier uur niet werkt, dan moeten ook weer je machines daarna weer vier uur warm worden. Uh, dus je productiviteit is nieuw. Uh, je hebt, verliest heel veel badges omdat je de warmte van je papier verliest en dan verlies je die hele badge. Uh, dus stroom, elektriciteit, de weg. Uh, uiteindelijk werd het regen zoen. Het regent daar heftiger dan wij ooit kunnen denken. Ik dacht nou, ah, die weg is prima. Maar ja, die weg is op een gegeven moment is geen weg meer. Uh, <laughs> dus ja, dat soort dingen leer je denk ik bij gewoon het doen en. Uh, uiteindelijk, ja, net als papier maken. Ja, ik was daar gewoon met 10 ton bamboe aan het testen. 10 ton, ja. weet je, gewoon echt gewoon heel veel kilo's. Terwijl, uiteindelijk hadden we, hebben we nu gewoon een lab en dan weten wij exact hoe het recept ja. werkt. Ja. Ik was gewoon niet echt aan het testen. Ja. Ja, dat zou ik ook niemand adviseren. Hey, en, en aan de ene kant, een nuchtere Hollandse ondernemer die nu zit te kijken of te luisteren, die zou denken van ja, maar grap, ik ga dus echt never, nooit in Ghana wat doen. En toch, de meeste ondernemers die ik spreek, die ervaring hebben met Ghana, die hebben toch een soort van. Daar is iets of zo. Wat is dat dan? Ja, ik denk de, de, er is nog zoveel mogelijk. En dat is denk ik, het is, het is rock'n'roll. Dus je moet als ondernemer wel echt gewoon anders kunnen denken. Hè? En, en Mel en ik zijn allebei eh, ondernemers uit, uit de horeca. Dat is toch een andere mindset. We hebben ja. op kantoor ook heel veel mensen die horeca achtergrond hebben of hotelschool. Mm -hmm. Omdat je moet wel kunnen schakelen daar. Ja. Uh, en er is geen dag hetzelfde. Alles is anders, uh, weet je. Uh, je hebt natuurlijk met mensen die wat corrupter zijn te maken. Ja. Je moet overal mee kunnen omgaan. Um, en het is heel veel, um, hoe zeg je dat, heel veel relatie. Dus heel veel met mensen eten, met mensen praten. Het duurt allemaal lang, hè. Een vergadering duurt eigenlijk gemiddeld 2,5 uur. <laughs> dat kunnen wij niet voorstellen, ik helemaal niet. Want ik hou helemaal niet van lange vergaderingen. Maar dat moet je wel doen. Ja. Uh, en wat het is met Ghana, ja, het, het is gewoon een, de energie. En dat vind ik sowieso in Afrika. Ik, ik hou van de energie van de mensen... Van de, um, ook het, het lol wat ze in het leven hebben, vind ik heel mooi, vind ik heel puur. Ja. Terwijl het natuurlijk in de dorpen waar we komen en de boeren hebben het zwaar. Maar ze hebben zoveel lol allemaal. Ze ja. hebben zoveel lol. En, en daar krijg je zoveel energie van. Ja, ik, ik, het is, kijk, kijk, jij bent ook Afrika liefhebber, dat mm -hmm. voel ik. Dat, 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 je bent het of je hebt het niet, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En de mensen die het hebben, die, die weten op het moment dat je de, 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 de vliegtuig uitkomt, en je komt die luchthaven uit, die geur en de energie. En ook de chaos gewoon. Ja, het is gewoon fijn. Het is gewoon een <laughs> fijne chaos. Het is gewoon iets wat, wat in je zit. En, en, um, en daar vind ik het ook zo mooi dat wij uh, zo nu echt zoveel impact kunnen maken op die mensen. Ja. En, en de impact op een, op een basis. Hè? Dus wij geven toilet, water uh, en een beter inkomen. Um, mm. en, en dat wisten wij helemaal niet natuurlijk om dit toen wij dit begonnen, maar wij noemen ons ook. Een, we zijn eigenlijk een nieuw agri aan het starten. Uh, ja, ja. Weet je, en, en nou, iedereen, denk ik wel, weet dat de cacao het nu heel zwaar heeft, de cacaoboeren. Weet je, de inkomsten zijn gewoon 50% naar beneden gegaan. Dus die boer verdiende, denk ik, 100, 120 dollar per maand. Die gaat nu naar 60. Ja. En niemand die ze helpt. Want ja, die cacao is natuurlijk gewoon, die, die sector is gewoon niet meer te redden. Uh -huh. uh, ook door de corruptie van alle middelmensen tussen. Uh, en bij ons gaan ze als ze gemiddeld 10% van hun land hebben... gaan ze met bamboe, wat ze over het algemeen hebben... gaan ze naar ongeveer 100, 120 dollar per maand... krijgen ze erbij. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk een fantastische inkomstenbron... Ja. Uh, waardoor je die mensen zo gigantisch mee kan helpen. Ja. Uh, dus wij zijn, hebben eigenlijk een systeem opgezet voor de kleine boeren. Ja, hey, luister eens, waar staat de good role nu? Want we hebben nu de ode aan Afrika ja. even ja. Uh, gehad. Ja, ja. ja prachtig, ja. heerlijk. Uh, maar de good als bedrijf. Jullie ja. zitten in Ghana, ik lees over Spanje. Jullie ja. zijn een fabriek aan het bouwen. Dus meer dan alleen toiletrollen verkopen. Maar ja. je levert ook grondstoffen aan. nu. Uh, schets eens even waar de good als bedrijf nu even concreet staat. In nou, cijfers dus, of nou, ideeën. Ja, nou, ja, wij we wij gaan dit jaar denk ik een omzet doen van 8 miljoen euro. Ja? Uh, dat is best wel veel, zou ik bedoelen. Als een disruptor in het uh, toiletbusiness. Uh, we hebben drie kanalen: B2C, B2B en retail. Uh, zijn, uh, we hebben zo'n. Bijna zo'n 16.000 abonnementen. Uh, dus mensen die elke maand tot zes weken, tot acht weken... een doos van ons flapje krijgen. Ja, dat is BTC. Dat groeit hard. Dat ja. groeit tot 100, 200 mensen uh, per, uh, per week gemiddeld. Dus dat is echt gewoon een steady kanaal. Ja. Uh, retail doen we niet heel veel. Dat uh, is supermarkten. Zeg maar. Supermarkten, lastig. Ja. Uh, prijsgedreven in, in, uh, in de retail. We doen wel Albert Heijn liggen we. Um, wel met het oog op de toekomst dat we eventueel à la Tony's, de open chain, het huismerk willen worden bijvoorbeeld. Mm. Uh, omdat we daar volume in zien. Uh, ja. Dus daar zien wij wel heel veel. Ja, want de, de, tussen jou en mij, ja. de, de, ik koop regelmatig, ik koop niet de good roll in mijn eigen huis. Dat is ook nee. heel dom. Ja. Uh, of nou dom, ja. de, daar ik, maar dan koop ik wel dat eco-papier ja. van ja. de Albert Heijn. Ja, dus ja dus wij, dat... worden, wij willen uiteindelijk het eco van, ja. de, van de Albert Heijn willen ja. wij worden uiteindelijk. Ja. En daar zijn ja. we ver in gesprek. Uh, en daarbij is ook onze fabriek natuurlijk cruciaal om, die, uh, om dat ook te kunnen. Hè, want het ja. kan op prijs natuurlijk ook. Um, en we zijn groot in de B2B. En dan voornamelijk in de hospitality. Dus ik denk ja. dat zo'n 6, 7 van de hotelmarkt gebruikt onze rollen. Ja, dat snap Vanaf ik het Amstel Hotel tot ja. Huis ook. Uh, bijvoorbeeld uh, Student hotel, het uh, Social Hub dan nu. Ja. In heel Europa. Uh, en omzet-wise, hoe is die verdeling ongeveer? Ja, dus je hebt B2C is op dit moment denk ik nog uh, denk ik 50 uh, B2B 40 en uh, ja, Retail 10. Ja, ja, uh, en Retail is Albert Heijn dan, Picnic, Pieter Pot, uh, Crisp. Uh, ja, 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 alleen je merkt ja, ja. gewoon dat je daar... Mensen kiezen wel gewoon voor de prijs op dat, dat vlak. Dat ja. blijf je wel zien. Bij Crisp doen we het wel goed. Crisp heeft dan net wel weer andere uh, merken ernaast gegooid. Wat Crisp natuurlijk nu in één keer gedaan heeft, is natuurlijk assortimentverbreding. Ze hadden natuurlijk mm. eerst alleen maar heel veel duurzame, toffe merken. Wij mm -hmm. waren ook het enige toiletpapier. Ja. Ja, ja. En dan zetten ze er nu andere merken naast. Ja, dan, dan verliezen we. En dan ja. verlies je gewoon heel veel aandeel ja. erin. Ja. En uh, qua mensen, we, hoeveel mensen heb je op de, de loonlijst staan? Uh, in Nederland zo'n 25. Ja. Uh, we hadden er uh, vorig jaar uh, een stuk of 40 op kantoor. In de werkplaats 100. Toen hebben we het best wel zwaar gesaneerd. Werkplaats in? En in Nederland. We hadden eigen werkplaatsen, dus ja. sociale werkplaatsen. Dus wij pakken ah. alle rollen zelf ja, in ja, eigenlijk. Ja. We hebben dat nu uitbesteed aan Pantar en andere sociale werkplaatsen. Dus we hebben vorig jaar twee keer gesaneerd. Uh, en sinds dit jaar zijn we ook winstgevend. Ja, uh, want, dat, want, dat, even ja. Daar, want ik ja. las een redelijk kritisch artikel van quote. Ja. Ik vond ze nog wel netjes. Ja, ze ja, nog wel, je ja. voelde wel de sympathie. Ja, zeker, maar ze zeker. waren kritisch op de cijfers. Ja, hè. Negatief ook. eigen vermogen. Ja, en, uh, en, 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 en best wel, maar ja, dat doe je altijd. Als jij zeg maar, geld gaat ophalen. Ja. Dat zelfs als je gaat verkopen. Dan ja. is je informatiememorandum altijd rooskleurig. Ja, tuurlijk. Dus de cijfers naar de toekomst ja. waren in ja. hun ogen best wel heel rooskleurig. Ja, Hoe zie jij dat zelf? Ja, ik zie, dat, ik zie dat ook natuurlijk. Hè. En Quote schrijft natuurlijk hoe zij het willen schrijven. Hè. Ze, hebben, ze zijn altijd wel, zijn wel vrienden van ons, om het zo te zeggen. Mm. Uh, ik, ik, ik snap wat ze bedoelen. Uh, alleen maken we het ook gelukkig nu waar, ik bedoel. Dus ja. dat is natuurlijk een beetje bij het begin... toen we nog geen maand winstgevend waren. Of misschien één maand. Uh, nou, we zijn nu bijna negen maanden winstgevend achter elkaar. Okay. Uh, ja, dat maakt wel een verschil. Uh, ja. En in, in die cijfers... In de informatie met stond het zo dat we dat gingen worden. Ja. Nou, dat doen we nu ook. Uh, dus we maken ook die stappen. Uh, en ik snap dat als je natuurlijk afgelopen vijf jaar natuurlijk verlies gemaakt hebt om heel hard te groeien... en dan winstgevend wil worden... dat dat voor uh, journalisten natuurlijk ja, voer is om dat niet te, te voelen. Omdat het niet zo is, om het zo ja. te zeggen. Wat ik ja. ook begrijp. Ja. Uh, alleen, wij hebben vorig jaar januari, vorig jaar juli... hebben wij gewoon twee zware saneringsrondes toegepast... En de hele organisatie eigenlijk onder loep genomen. Dus een bepaalde managementlagen eruit gehaald. Dat was ook nodig. was ook een, nodig. Ja. Um, kijk, voor die tijd was het voornamelijk oké, okay, hoe harder je groeit, hoe beter je doet, om het zo te zeggen. En burn rates waren gewoon, waren tof, zo mm. ik bedoel. Ja, is Nog totaal... steeds, ja? Al 2020. Nee, nee, nee niet meer. Nee, nee, in 2022 was dat hot, om ja, het zo ja. te zeggen. In 2023 zagen we wacht even, dit gaat niet goed zo nee. ik bedoel. Uh, uh, banken kijken nu... investeerders kijken nu allemaal naar... hebben uh, daar positiviteit? Ja. Als je dat niet hebt, krijg je geen geld meer. dacht, ja shit, wacht even. Mag ik er een burn rate nu, aan doen? Nu moet je weer veranderen. <laughs> Want het was gewoon echt gewoon, hoe hoger je burn rate... Hoe, harder je, hoe meer geld je kon ophalen. Ja, dat stopte. Uh, hmm. Dus nu mijn wijze les ook gewoon... zorg dat je gewoon winstgevend bent. Ja. Anders is het gewoon niet op te halen meer. Uh, nee. En natuurlijk nog steeds... Ja, ik zeg het hier al, ik mag, ik mag het eigenlijk nooit meer zeggen van de banken. Uh, maar ja, banken helpen je gewoon niet, zo ik bedoel uh, En die gaan je ook niet helpen. Waarom ja, mag je dat niet zeggen van de banken? Ja, oké. Dan, dan word ik weer gebeld waarschijnlijk, weer door ja. een van de banken waarbij ik zit. Maar dat maakt me niet zo uit. Maar uh, kijk, kijk, ik noem het altijd. En ook impactfondsen, we, we, hebben, we, hebben we hebben doen zitten bij ons in, doen participaties, prachtige partij. Um, en Start Foundation gaat binnenkort instappen. Prachtige, mooie NGO's, uh, vind ik zelf. Maar echte impactfondsen. Kijk, wij zijn natuurlijk uh, geen voet. We zijn geen Tech en we zijn geen Agri. We zijn wel agri. Ik noem me Agri, maar dat vinden hun niet. Dus ik val in geen enkel bokje. Uh, ja. Nu is de Ghana-economie de afgelopen twee jaar dramatisch. Dus alle grote fondsen, alle grote banken trekken zich terug uit het land. Wat eigenlijk alleen maar wat ik heel erg vind, want die mensen hebben het juist nu nodig. Want het staat echt op omval, het land. Ja, en um, ja, wij willen daar juist investeren. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon. Ben je, ben je eigenlijk gedoemd om geen geld meer op te halen ja. bij deze mensen. En ja. je bent nu geld aan het ophalen via en, uh, NPEX of zo heet dat? Nee, ik doe zelf. Het... Dus we hebben of het eigenlijk om dus ik heb uh, Bart van Fastnet gebeld. Ik zeg, hey Bart. Bart Lubbers. Ja, ik zeg, hoe ja. haal jij nou geld op? Ik zeg, want volgens mij doe je het allemaal zelf. Hij zei, ja, doe ik allemaal zelf. Hij zegt, ik was klaar met die platformen en iedereen. Hij zegt, ik die, hij zegt, die platformen gaan mij bepalen of ik geld mag ophalen. Dus dat zou wel lekker zijn. Hij zegt, laat de consument zelf bepalen of ze mij geld willen geven. Ik zeg, ja, dat is slim. Maar hij doet dat ja. met grote dagbladadvertenties en, zo, en ja. Waar haal je dat geld dan weer vandaan? Ja, dus eigenlijk vind je het of fund je het eigenlijk, natuurlijk? Dus het is net wat je ophaalt en dan moet je een gedeelte reserveren. Alleen Van, uh, of je nou een gedeelte aan iemand. Je hebt heel veel tussenpartijen die natuurlijk geld voor je ophalen. Die vragen ook een paar procent. Uh, ja. Uiteindelijk, als je alles optelt, kan ik het beter in de kranten adverteren. Maar ik las toch iets over MPEX? Of was dat, wat dat was het idee? Ja, die of? doet de administratie voor ons. Ah. Ja. Je ja, doet alle administratie, dus N-Exchange doet onze equity eigenlijk. Uh, dus Bondex uh, doet onze. Uh, we hebben een equity-ronde gedaan. Ja. En MPEX doet al onze administratie. Dus de hele backend van onze obligaties gaat via hun. Hé, hey, en leg eens even voor de leek uit: we, ja. hebben, uh, we hebben het bedrijf, ja. we hebben aandeelhouders. Klopt. En we hebben financiers. Hoe, hoe ziet dat speelveld er nu uit? Ja, dus je hebt eigenlijk qua, um, je hebt qua aandeelhouders zijn Mel en ik ooit begonnen. Ja. Uh, daar is een uh, angel investor best wel vroeg ingestapt. Okay. Die zit er nog steeds in. Ja. Uh, en uiteindelijk is daar een uh, stak 1 bijgekomen, noem ik het. Een uh, stak 1 was de eerste Crowd Equity ronde. met ja. hebt Exchange gedaan. Uh, en we hebben een stak 2 met allemaal, die zijn vorig jaar of dit jaar ingestapt. Uh, met allemaal Informe investors. Dus allemaal groep, allemaal oud ondernemers. Prachtig groot netwerk voor ons, ook wel heel veel ja. advies erbij. Ja. Uh, en die hebben we in een stak gezet, om het zo te zeggen. Om het allemaal een beetje te Bundelen, anders heb ik heel veel contact... De helft met aandeelhouders, ja. uh, Dus dat is hoe de aandeelhoudersstructuur nu werkt. Mm -hmm. uh, daar is doen en start foundation gaan nu volgend jaar of volgend jaar gaan volgende week instappen. Uh, start zit er al heel lang in met een uh, convertible loan. die gaan ze nu converteren naar aandelen. Dus die wordt ook echt aandeelhouder van ons erbij, wat we heel fijn vinden. Uh, en start foundation ook uh, en start is. Uh, van het oude, oude startbureau. Uh, en die wil juist heel erg sociaal werk promoten. Wat ja, ja. wij natuurlijk heel veel doen. Ja, want er zit natuurlijk even los van de, de rol. Het ja. heet de good role. Maar ja. want je hebt, kun je nou eens even de keten. wat je in Ghana doet, Spanje, las ik? Klopt. Ja. Uh, hoe ziet ja, die route dus eruit? Uh, wat we per 1 februari gaan doen. is dat we uh, de pulp dus wij maken eigenlijk samengeperst bamboepulp. eigenlijk bij elkaar. Dus we, we, we halen het bij de boeren op. Hè. Dus bij het begin zeiden we al. Oké, okay, hoe uh, met de boeren. we halen het zelf bij de boeren op. We betalen de boer per kilo op een eerlijke prijs. Dus daarvoor ja. worden we ook het eerste fairtrade trade ter wereld. Omdat we de boer een eerlijke prijs ervoor betalen. We betalen de prijs per kilo aan de boer. We betalen per direct, gewoon online via een app uh, aan, deze, aan de boer. Zodat het allemaal geregistreerd is. Ja. Ook dat je uiteindelijk zelfs zover kan zien... dat als je op de rol scant, dat je gewoon kan zien waar, uh, welke boer en welke familie jij een beter leven hebt gegeven. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Uh, dan gaat het naar de fabriek, daar verwerken we het. Uh, met eigenlijk minimale chemicaliën. In Ghana? In Ghana. Ja. Uh, daar wordt het eigenlijk samengeperst, wordt het eigenlijk gekookt, wordt er het, wordt het eigenlijk gefined, gerefined. Uh, en dan wordt het eigenlijk geperst in platen, pulplaten. Uh, en van die pulplaten, daar gaat ongeveer 20 voet in een 20 voet container. Uh, of 20 ton in een 20 voet container, ja. zo maximaal benut. Ja. Uh, in de eerste fabriek die we hadden, maakten we finished product. Uh, nou, daar gaat er. Ongeveer 6 ton in een 40-voet-container. Dus je moet voorstellen wat het qua duurzaamheid doet als je de pulplaten verscheept. Dat gaat naar Spanje of Midden-Frankrijk of Duitsland. Daar hebben we drie partnerfabrieken. En daar wordt eigenlijk het eindproduct gemaakt. Oké. Okay. En, en jij zegt dat is duurzamer, omdat je die platen. Als je het allemaal in Ghana zou doen, dan moet je wc-rollen gaan lopen verschepen met heel veel lucht. En, Klopt. En daarnaast is het tweede ding, is dat we, wat we ook geleerd hebben, is dat uh, het grootste uh, om de kwaliteit van de rol goed te hebben, zit hem in de, in de papiermaker. Uh, en die papiermaker, dat zijn machines van tussen de 15 en 20 miljoen. ...euro-investering. Ja. Uh, en de papierfabriek in Europa... ...hebben best wat capaciteit over... Uh, ...waardoor wij eigenlijk... ...ja, perfecte partnership hebben. Uh, uh -huh. Zij hebben een extra uh, verkoop... ...die wij ja. zelf opkopen... Uh, ...en de kwaliteit kan je ermee waarborgen. En de fabriek in Ghana... ...die is van jullie? Ja. Oké, okay, die ja. heb je daar gebouwd. Waar ja. staat die? Akkozombo. Oké. Okay. Twee uur boven Accra... Ja. Uh, ...en een uurtje... ...anderhalf uur van Temmen... ...van de haven... Ja. Uh, en er is nu een rails aangelegd. Nou, die zou vorig jaar al draaien. Maar dat is ook Afrika. <laughs> een Chinese ah, dat... rail of een, een Ghanese rail? Eh, Genees, maar Chinees nee. gevund natuurlijk. Zoals ja. ja. dus je vele dingen ziet in uh, Afrika. Mm. En die gaat uiteindelijk containers naar de haven brengen. Mm. Ja, grappig. Ja. Kan het nog mislukken? Uh, nou ja, vier jaar geleden zeker. Uh, mislukken, nou ik denk wel zeker dat er nog heel veel dingen tegen gaan, uh, tegen gaan komen. Maar ik denk dat we zoveel expertise om ons heen hebben op alle fronten. Uh, uh, net zoals dat bijvoorbeeld, wij werken dan bijvoorbeeld met EY samen. Ik denk met ja, EY ja, kost veel geld, is duur. Uh, klopt, ze zijn niet goedkoop. Alleen het zet wel een soort van uh, weet je, transfer pricing. Weet je, de, de, de Belastingdienst met internationaal. Trans, er zijn zoveel dingen waar je moet denken. Mm -hmm. Ik denk op het moment dat jij de goede mensen en de goede partijen om je heen wint, die je goed adviseert en ook altijd meeneemt in het verhaal. Hè, bijvoorbeeld wij zijn nu heel druk bezig met een uh, partnership of een joint venture met een concurrent in de UK. Uh, tien keer groter spelen dan dat ik ben, om het zo te zeggen. Ik heb hun gewoon gebruikt jongens, we moeten samenwerken. Ik heb iets wat jullie hebben. En volgens mij heb ik iets wat jij. Wat Zij ik doen ik, nog Play WC? -rollen. Ja, ja, heel groot zijn ze, gigantisch. Um, um, en dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Zijn we doen, want je gaat natuurlijk, ze gaan heel veel dingen vragen. Ja, dan betrekken grote partijen erbij om die samenwerking gewoon helemaal te begeleiden. Ja, dan werkt het goed. Uh, hetzelfde in Afrika. Uh, we hebben daar gewoon echt wel de, de uh, overheid, uh, maar ook de Nederlandse overheid. echt wel heel dicht bij ons om gewoon ons te begeleiden. Uh, mm -hmm. En veel mensen denken: RVO, ja, lastig, ambtenaren. Ik heb nieuws voor, ja, ik, ik ken ze heel anders, om het zo te zeggen. Mm. Uh, die echt voor ons strijden, om helpen, mm. uh, ondersteunen. Uh, weet je, en ik denk dat de grootste learning is: durf gewoon te vragen en durf eerlijk te zijn. Als het niet lukt of je hebt hulp nodig, vraag het. Yeah. Want je krijgt het. Yeah. echt. Het is, er is echt zoveel. Mensen willen graag helpen, mensen willen graag meedenken. Um, en net zoals die expertise. Ja, toen, toen drie jaar geleden, toen we die fabriek baren op een gegeven moment, zei ik, jongens, ik heb hulp nodig om papier te maken. Wie kent de papierexperts? En, en we posten dat op LinkedIn. En ik krijg echt gewoon drie waanzinnige mensen... Ja. die ons tot de dag van vandaag... en één man is gewoon met pensioen, maar die vindt het zo mooi... Mm -hmm. die ons altijd helpt met alles. Maar zoveel kennis. Weet ja. je, en net zoals dat wij heel veel werken met TU Delft en Wageningen. Met, met jou, ja, hoe doe je dat dan? En is dat niet veel werk? En... Ik krijg rapporten en researchen waardoor we elke keer weer verder komen. dat ik denk, ja, heb ik nooit aan gedacht. Mm. Nu zitten er weer vier studenten van Wageningen op het bamboeveld. Hoe ze dat moeten doen, hoe ze dat moeten met intercropping. En mm. ja, prachtig zo. Ja. Dus er is zoveel kennis. Alleen laat je ook helpen. Ja, uh, ja, en, helpen. en doe heel veel research. Hè. Ik denk dat dat wel hebben wij voorheen nooit gedaan. heel veel research als we doen. Want we zijn nu ook aan het uitbreiden andere landen in Afrika. Maar in welk land ga je heen? Ja. Uh, weet je, en laat je adviseren. Door de Afrikaanse Bank, maar ook door de Nederlandse overheid. Uh, weet je laat je goed adviseren waar je heen gaat. En ja. uh, wat, uh, wat komt er uit die samenwerking in Engeland? Want je zegt het even tussen neus en lippen, ja. maar uh, komt daar wat uit? Ja, dat gaat door, denk ik. Dat is echt wel heel serieus. En wat betekent uh, dat dan? Ja, dat, ik, dat mijn, dus deze fabriek is eigenlijk uitverkocht, die ik nu bouw, die 1 februari. Daar maken we 15 ton per dag, die is al uitverkocht, die is weg. Uh, dat ik eigenlijk op het moment dat deze draait, uh, meteen een vier keer zo grote fabriek moet bouwen voor deze partner. Ah, uh, die wil jouw chain, zeg maar. Die wil het op klopt. dezelfde manier gaan doen als jij. Ja. En die funt hem ook nog voor ons. Dus ik kan er een ah. gigantische impact mee maken. Ik heb daar meteen weer wow. zo'n vijf tot tienduizend boeren die ik meteen aan het werk kan zetten. Ja, daar word ik heel gelukkig van. En wordt dan de Good Roll als het tweede merk dat is een soort de good, soort Intel Insights bijna in het playpapier. Dat het is de Good, good Roll produced of zo. Ja, ja, we noemen het de, de, de Good Chain, om het zo te zeggen. Ja, en, ja. en net zoals dat wij heel ver zijn met Joni verband om uiteindelijk hun onze pulp te geven, maar ook ons verhaal te geven. Ja. En ik denk dat wij gewoon aan het zoeken zijn naar heel veel mooie merken... die, die hierdoor door ons met ons verhaal, het verhaal met de boeren... Uh, ja, dat, dat ze daar ook door gaan vliegen, om het zo te zeggen. Dat is heel tof, want we hebben natuurlijk heel lang na gegaan, ja, moeten we het zelf doen, ook de UK, ja, tuurlijk kunnen we dat zelf. Maar ja, heb je heel veel mensen nodig, heel veel marketinggeld. Ja. Uh, ik zie hoe moeilijk Nederland is om dat echt te veroveren. Dan heb je ja. veel mensen nodig, heb je kantoren nodig... Ja, wat nou als die mensen er al zijn en die doen het al? Ja, en de impact maak je aan die achterkant. Dat door, is het. Door dus die dus, dus op een gegeven moment, gegeven moment ga je natuurlijk nadenken... waar zit mijn impact? En ja. mijn impact zit in Afrika. In het ja. toiletpiet maken. En uh, de toiletten bouwen, hoe gaat dat? Ja, dat gaat goed. We zitten nu op de 270 toiletten. En de uh, toiletten onderhouden, hoe gaat dat? Ja, dat is, dat is altijd lastig. We hebben ja. veel van geleerd de afgelopen vijf, zes jaar. Dus we zijn ooit begonnen met het, 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 het geld... wat we willen doneren aan een NGO uh, in Nederland. Uh, samen met CIMAV. Nou, dat, dat vonden we heel leuk, dat vonden we heel goed. Alleen... Ja, vonden wij als ondernemers als wij zijn van ja dit moeten wij ook anders doen mm -hmm. um, en zijn met theo delft eigenlijk een toilet gaan ontwikkelen van oké okay, hoe gaan we dat doen nou die hebben we mooi ontwikkeld met een mooie digestie eronder um, en nu zijn we zelfs zover dat wij de een, een, uh, good toilet de good Village eigenlijk ontwikkeld hebben waarin we een model ontwikkeld hebben waarin de school het toilet de school uh, hoofdprioriteit het toilet gebruiken community maar ook mag gebruiken de community moet er iets voor betalen. Dat wordt gerund door de school. Dus de community moet betalen voor het onderhoud. Zodat ze een soort van commitment hebben dat ook van hun is. Um, de poep maken wij mes van lokaal. Dus dat gaan we niet ergens heen brengen. Dat brengen we lokaal. Dat gaat uiteindelijk naar de bamboeboeren. Waardoor de bamboe gemiddeld 20% sneller groeit. Wij zeggen tegen de boer 20% groeit sneller, dus dat zijn ongeveer twee maanden. Jij hoeft maar één maand extra te betalen en de andere maand gaat naar de foundation. Dus de foundation heeft dan een soort renderen model. Ik geloof heel erg in een model dat je uiteindelijk, als je iets bouwt in Afrika, dat het ook de euro die je eruit insteekt, dat die uiteindelijk weer moet terugkomen. Want dan ja. kan je impact blijven ja. maken. Ook al duurt het tien jaar, duurt het vijftien jaar, maar dan, kan het, dan blijft die euro draaien. Uh, en wat ik geleerd heb, onderhoud, ja, ik dacht, ik zet het neer, ik geef het aan de school <laughs> en succes. Nou, dat heb ik dus geleerd, dat werkt dus niet. <laughs> dus wij onderhouden, uh, we hebben elke maand langs elk toilet hebben we iemand voor ons kijken, wat moet, kan er gemaakt worden. Uh, we proberen de communities daar in mee te trekken, maar dat is heel lastig. Ja, en het dat komt ja. ook omdat ja, gemiddelde genees, wat, wat ik zie, is, ja, die geven er gewoon niet om. En dat zie je ook bij een huis, het, het staat scheef, het is krom. Als je daar in een, uh, in een hotel slaapt... ja, alles is altijd kapot. Alles is altijd... Uh, dat je de kraan werkt niet... de douche werkt niet... gaat niet op slot. Ze leven bij de dag, hè? Ze leven bij de dag. En, en dat is wel wat je ik, moet Ik bestimmen. weet, ik, ik weet dat ik me ooit zo... Ik ben er regelmatig geweest, ja. hè? Voor de kijker en luisteraar. En ik weet dat ik me ooit altijd... dan dacht ik, dan had ik eens een taxi geregeld... en dan moesten we, weet ik veel, een lange rit doen. En dan ging er echt precies... net te weinig benzine in... Ja. om het te... Ik denk van, gast, tank dat ding vol. Nee, nee, nee want nee. wie weet... zakt die halverwege ja. door zijn hoever ben ik een, ben ik een halve tank met benzine kwijt. Dat is Net zoals dat wij bijvoorbeeld met die boeren. Kijk, wij kopen wij oogsten natuurlijk in één keer bij die boer. Ja. Dus in één keer een inkomen van, uh, van 1000 of 1500 dollar. Dus wij zijn nu ook aan het nadenken. Wat is nou het systeem om dit goed te doen? Ik ja. bedoel, want als ik hem dat in één keer geef, ja. weet ik ook dat na drie maanden dat op is, natuurlijk. Ja, of aan uw dus aan familie, of van hemzelf. Dus, dus, aan dus we zijn nu aan het nadenken, kunnen we niet gewoon elke keer een kwart gaan harvesten ja. per kwartaal bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja. om, gewoon maar, je moet anders gaan denken. En is ja. met onderhoud, ja. Ik was in shock dat ik na een jaar bij die toilet kon kijken en dat er gewoon een ezel in die toilet stond. Dat ik wat gebeurt hier? Maar dan gooi je het ook gewoon dicht, gebruik je het niet. En dan is het gewoon. En het interesseert ook gewoon niet. En niemand die ernaar omkijkt, en je denkt: wat gebeurt hier? Hoe maar kan heb je, dit? Dan, heb je het dan? Dan ben ik echt in shock. Ja. Maar heb je dan nooit de frustratie dat je denkt: wat de fuck ben ik, waarvoor doe ik dit eigenlijk? Ja, zeker, absoluut. Alleen, we hadden begonnen natuurlijk al. Weet je, het is een ander continent, het is een ander hmm. land. Het is ze denken anders en ze leven per dag. Dus. Ze geven er gewoon niks om. Net zoals dat het gewoon... mensen daar nog steeds plastic op de grond gooien. Ja. Het, het, het interesseert ze gewoon niet. Nee, maar daar hebben... zou je ook kunnen zeggen... en dus moet ik het dan maar opgeven en doe ik het nee, niet. Nee, zeker niet. Dus zijn we het anders gaan doen. Ja. Hebben we daar gewoon meer controle op. Dan zijn we er heel streng op. En dan is het ook gewoon... mochten ze na een maand, weet je, als wij de checks doen... en, en ze zelf gewoon het niet goed hebben gedaan... Dan, dan doen we het toilet gewoon dicht even een tijdje... om gewoon op te voeden. Van jongens, ja. jullie moeten het gewoon zelf houden. Ja. En is er wat kapot, bel ons. Dan ja. regelen we het. Maar ja. communiceer met ons. En... Ja. Uh, we doen maatverband bij alle scholen. Uh, nou, dat is echt een serieuze impact die we ja, maken. Ja. Die heel belangrijk is, die ja. ik niet eens wist. Hè. Dus wij bouwen ja. het toilet. En op een gegeven moment zeg Ja, kan je ook maatverband geven? Ik zei maatverband, sorry. Maar ja, dat is, dat is dat echt dat, een ding. Ja. is Echt een ding. Dus, dus ja. we hebben nu ook in onze ambities ook, omdat we natuurlijk ook de lokale markt in Afrika gaan bedienen. Hè. Dus dat is, wij zullen niet met ons merk de Afrikaanse markt bedienen, maar wij zullen een B2B-merk worden. Dus, dus, in heel Afrika maakt er niemand veel Dus importeren alles uit China, India, uh, Zuid-Amerika. Wij willen het lokaal houden, zodat je een hele economie natuurlijk op gang helpt. Um, en uiteindelijk mijn grootste doel is om gewoon gratis maatverband te kunnen maken daar ja. voor de mensen. Uh, want er gaat gewoon, ja, uh, weet je, twaalf weken per jaar gaan de meisjes gewoon eigenlijk niet naar school per jaar. Ja, of er is ja. maatverband, wat, wat, wat er niet uitziet, waardoor ze voor lul lopen. Dat is wel een heel ander product. Ja, maar we kunnen het wel maken van ons bamboe. Ja? Uh, ja, procent. Ja, ja, hm. ja, zeker. Dus dat is echt wel een ambitie die ik heb om uiteindelijk heel Afrika te voorzien van, van maatverband. Wat ook een basisbehoefte is. Anders hebben die meisjes meteen al achterstand. Dus de scholen waar we zitten doen we het al. Maar mijn ambitie rijkt wel veel verder om uiteindelijk dit echt wel gewoon in heel Afrika het gratis aan te kunnen bieden. Ja. Kijk eens naar de toekomst en de komende tien jaar of zo. Ik weet dat dat niet te doen is, maar droom is. Wat, als, je nou, als je het scenario zou mogen uitschrijven, hoe zou je dan. Die, wat zou er dan de komende tien jaar gebeuren? Ja, ik ben ermee bezig eigenlijk. Dus oké, okay, het zevenjarenplan plan noem ik het. Ah, okay. um, ja. En dat is eigenlijk het, het, het 500.000 boeren uh, concept. Dus ik wil uiteindelijk 500.000 boeren. Uh, ...met bamboe uh, papier te kunnen laten maken. Um, ja. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen. 2,5 miljoen families die we dan beïnvloeden. Mm -hmm. um, en daarmee hebben we uiteindelijk een soort van omzetgroei waar we heen kunnen. Uh, ook omdat natuurlijk uh, de helft van de winst naar de foundation gaat. Uh, ja. Kijk, mijn ambitie is, is tweeledig. Is die 500.000 boeren en heel gaar naar voorzien van toilet en water. Ik wil uiteindelijk de wereld laten zien... ...als je één, één land in de wereld gewoon goede sanitatie geeft, wat dat doet... Uh, met, het, met de ziektecijfer, maar ook met de economie. Want het is natuurlijk gewoon een hele ja, ja. cirkel die eromheen gaat. Uh, ja, en dat probeer ik binnen zeven jaar te doen. Uh, en dan, dan heb je een miljard omzet, uiteindelijk waar je naartoe moet werken. Um, daar moet ik zo'n 5500 ton bamboe per dag maken. Nou, dat is allemaal haalbaar. Dus we zijn nu eigenlijk met de landen bezig. En welke vijf landen in Afrika gaan we, gaan we doen? Uh, zowel voor de export, uh, maar ook voor de lokale markt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Nigeria schrik ik niet. Importeert nu 2,6 miljard aan toiletpapier. Op ja. het uh, moment dat wij natuurlijk lokaal dat kunnen, kunnen maken. Uh, en niet dat ik in Nigeria wil zitten hoor. Want dat is natuurlijk wel een lastig iets met elektriciteit mm. en veiligheid. Mm -hmm. uh, maar in, in een land ernaast bij wijze van spreken. Uh, ja. Dus we zijn eigenlijk een soort van strategie aan het doen. Ik volg eigenlijk een beetje de Heineken-strategie. Uh, kijk, Heineken heeft natuurlijk 60 uh, jaar geleden de eerste stap gezet om uh, bier te maken in Afrika. Ze zijn nog steeds de eerste, of ze zijn nog steeds de grootste overal. Ja. Uh, en wij willen dat eigenlijk met papier willen. Uh, ja. En daar de impact te maken, om daar het gewoon allemaal lokaal te maken. Ja. <laughs> Ik wens je daar heel veel uh, succes mee. En yep. uh, ik ga je reis uh, volgen. En uh, ik uh, vond het super dat je hier uh, mijn gast was om het verhaal te vertellen. Uh, Dank je wel. Dank je wel dat je mijn gast was. Dank je wel. Superleuk. En uh, dit was het verhaal van Sander de Klerk en van The Good Roll. En uh, ze zijn nog maar net... On the roll, om maar een mooie beeldspraak te gebruiken. En uh, hou ze in de gaten. Het zijn uh, prachtige bedrijven die de wereld een stukje mooier maken. En wil je nou meer van dit soort verhalen horen uh, of, uh, of zien? En je zit op YouTube, hieronder abonneren. Klik ook op het belletje. Dan mis je helemaal niks. En zit je naar de podcast te luisteren. Volg ons, laat een review achter. Uh, en laat weten wat je van dit soort gesprekken vindt. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi.